Doe je mee met Lara, Max en Mika? Kom je spelen met Lara, Max en Mika? Wil je leren met Lara, Max en Mika? Lara, Max en Mika. Nou, hey, Max die had van oma een cadeautje gekregen. Volgens mij was het iets voor te maken. Wat oma bij de Albert Heijn gekregen had of zo, hè? Ja. Ja. Doe je heel even laten zien wat jij hebt laten maken? Ja, doen we eventjes, zal ik jou filmen? Ja. Moet even aftellen dan? Oké, dan komen de beelden. 3, 2, 1, go! Jullie denken zeker, was er een bij op jou? Nee, dit heb ik helemaal zelf gemaakt. Ja, dit is een bij, hè? Die heb je echt helemaal in elkaar geschoven. Leuk. En die glinstert ook mooi, hè? Ja. Die had je als eerste uitgepakt, hè? Ja. En welke had je als tweede? Als tweede had ik de kever. Tada! Oh, die is ook heel mooi. Dat is echt een hele mooie kever. Een grote, super grote kever. En dan na heb ik een hele leuke. Die vond mama het leukst. Of ja. En eerst vond ik die het allerleukst, omdat je die als derde uitpakte. Een lieve heersbeestje. Die zijn super lief. Die brengen geluk, hè, die lieve heersbeestjes. Ja. Maar nu de mooiste. En de allerlaatste die je uitpakte, wat was dat? Een dagpauwoog. Een dagpauwoog. En dat is een? Vlinder. En mama die... vond deze de allermooiste. Ja, kijk met die vleugels. En die glinsteren helemaal. Nou, super mooi in elkaar gezet, Max. Hartstikke leuk. En alle nummertjes heb ik extra gedaan aan de onderkant. Bij de andere ben ik dat vergeten. Oh, dus dat is de tip voor de kinderen als ze ook die pakketjes krijgen. Dus de nummertjes moeten aan de onderkant. Ja, want dan de bovenkant die glinstert. Ja, dan is de glinsterende kant mooi boven. Oké, super. Dankjewel voor de tip. Nou, dan gaan we eventjes de kamer omdraaien. Dan gaan we nog eventjes tot de volgende keer zeggen, ja? Nou, dit was het dan weer. En dan zeggen wij tot de volgende Lara, Max en Mika. Hé, hey, Max, waar is Mika eigenlijk? Boven in zijn bedje. Nee, die is buiten aan het spelen. Oh ja, ja, die zit op de trommel te slaan. Die zit op de trommel te slaan buiten. En Lara ook, hè? Lara is buiten aan het spelen. Nou. Oh, en de kever? Ja. Doei! Doei!